Eind juli kreeg Shell Pernis te maken met twee incidenten met veel impact in de directe omgeving van het bedrijf. Op 29 juli leidde kortsluiting in een hoogspanningsstation uiteindelijk tot het compleet stilleggen van vrijwel alle fabrieken. 2 dagen later ontstond er in een leiding van een fabriek een lekkage van waterstoffluoride, waardoor er gas naar de buitenlucht ontsnapte. 29 juli 's avonds is in een hoogspanningsstation aan de voor mijn rechterkant van de raffinaderij is kortsluiting ontstaan. Daardoor zijn allerlei systemen uitgevallen, elektrische systemen uitgevallen. En dan gaan ook fabrieken automatisch uit bedrijf. Als een fabriek uit bedrijf gaat, dan moet het gas wat erin zit, moeten we veilig afvoeren. Dus dan gaan veiligheidssystemen sturen dat gas naar de fakkel. En dan krijg je dus een hele grote vlam op die fakkel. Normaal zetten we daar ook stoom bij om te zorgen dat het roetloos gaat. Nu zagen we dat door domino-effecten van die stroomstoring dat we ook stoomtekort hadden. Waardoor we geen stoom op de fakkel konden zetten en die fakkel meer heeft geroet dan wat normaal is. Je zag ook dat die stroomstoring op zich in die centrale heeft meerdere fabrieken uit laten vallen. We hebben daarna ook meer systemen uit moeten zetten om die centrale helemaal vrij te spelen. En toen we dat gedeelte van de raffinaderij uit bedrijf hadden, hebben we ook besloten om de rest van de raffinaderij gecontroleerd uit bedrijf te nemen de volgende dag. Dat is uiteindelijk goed gegaan. En wat was de oorzaak van de kortsluiting? In zo'n centrale, daar zitten net zoals thuis in de meterkast, dus heel veel verbindingen. Maar het is wel 25.000 volt, grote stroming. En dat betekent dat je dikke kabels hebt. En daar zitten een soort high-tech kroonsteentjes, noem ik het maar even. Maar het is wel even iets groter en serieuzer dan een kroonsteentje thuis. Maar dat zijn verbindingen tussen kabels. Daar is een storing in ontstaan, kortsluiting. En bij zo'n kortsluiting bij 25.000 volt krijg je dan gelijk een vlamboog. En gaat het daar branden. Dat moesten we dus moesten we daarna zien te blussen in zo'n station. De echte oorzaak waarom die busduct, dat kroonsteentje, is gaan falen. Daar doet DNVGL, de vroegere KEMA, die doet er al een aantal maanden onderzoek naar. Maar we hebben nog geen helder beeld. Wat gebeurde vervolgens op 31 juli? Op 31 juli, dus dat is 2 dagen nadat we gecontroleerd de hele raffinaderij uit bedrijf genomen hebben, hebben we in een andere fabriek hebben we een klein lek in de leiding gekregen, waardoor waterstoffluoride met butaan naar buiten is gekomen. Ongeveer 90 kilo waterstoffluoride, een sterk zuur, en 350 kilo butaan is naar buiten gekomen uit een lek van 20 millimeter. Hoe is dat ontstaan? Daarvoor heb ik een maquette laten maken, want het is een combinatie van dingen. Bij die fabriek, na het opstarten, daar zit een verbindingsleiding tussen 2 stukken, dan is die normaal op 2 plekken dicht met zogenaamde brilflensen. En daar is 1 brilflens is open blijven staan, waardoor die leiding in verbinding staat met de leiding waar het normale HF-butaanmengsel is. Dat is aan zich geen probleem. Maar na de stilstand is ook omdat deze leiding op een lichte sloop, overdreven zo, stond hier een klein waterlaagje nog na de stilstand. Dat is niet goed genoeg verwijderd. HF en water is een heel agressief zuur, waardoor hier een gat is ontstaan. En toen dat gat er was, toen ging het naar buiten. Zoals gezegd, als er een gat ontstaat, die fabriek heeft allerlei sensoren om te kijken of de HF of butaan naar buiten komt. Die zijn afgegaan. We hebben veiligheidssystemen om te zorgen dat als het naar buiten gaat, dat we watergordijnen eromheen aan kunnen zetten om dat neer te slaan. Brandweer heeft de waterkanonnen opgezet. De escalatie met de VR heeft allemaal goed gefunctioneerd. En we hebben dus dat HF-butaanmengsel wel binnen de fabriek kunnen houden. 2 incidenten zo kort na elkaar, hadden die met elkaar te maken? Nee, die hadden niet met elkaar te maken. Dit was echt, sinds de stop in 2015, ja, stond die bril verkeerd en zat hier een beetje water in. Dat heeft die anderhalf jaar de tijd gehad om te corrigeren. En toevallig is toen dat gat ontstaan. Dat had ook een aantal dagen eerder of een aantal dagen later kunnen gebeuren. Die leiding wordt echt regelmatig geïnspecteerd. Hè, en die is altijd goed geweest, dus het ligt niet aan de leeftijd. Maar omdat een bril verkeerd stond en toch een beetje water erin staat, wat allebei niet hoort, is dat ontstaan. Eerder gezegd dat deze 2 incidenten beneden de Shell-standaard zijn. Is het nog wel veilig hier op het terrein? Ja, het is veilig bij ons. Wij doen er echt alles aan. Daarom
doen wij dit soort studies ook om te kijken wat is er fout gegaan, wat kunnen we daarvan leren. En dat stoppen we in onze processen, in onze competentie van mensen, in onze controles om iedere keer beter te worden. En wij doen dit ook met onze collega's hier in de Botlek en binnen het Shell systeem leren we van elkaar om steeds een betere buurt te zijn. Kan je garanderen dat het niet meer voorkomt? Wij kunnen niet garanderen dat het niet meer voorkomt. Wij kunnen wel garanderen dat we ons uiterste best doen. Het spijt ons ontzettend dat we dus niet de buur hebben kunnen zijn die we willen zijn. En wij doen ons uiterste best om dit soort incidenten te voorkomen.